Ernst-Jan Straver, fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA. Jullie hebben een juridische toets laten doen naar de gedragscode rondom nevenactiviteiten van burgemeesters en wethouders. In dit geval gaat het om burgemeester Spies. Daar is het afgelopen week over gegaan. Wat is de uitkomst van het onderzoek? We hebben inderdaad die toets laten doen door een extern advocatenbureau. Omdat we wilden dat goed laten onderzoeken wat nou de verhouding is van onze eigen gedragscode op dit punt ten opzichte van de gemeentewet. En die gedragscode, of uit die notitie is gebleken dat de gemeentewet in die zin voor onze eigen gedragscode gaat. Het is niet afdwingbaar dat alle inkomsten, alle neveninkomsten afgedragen werden aan de gemeente. Dus het lijkt erop, in ieder geval als je kijkt naar de uitkomst van die toets, dat er juist door Lisbeth Spies is gehandeld in deze. Wat betekent dat in praktijk? In praktijk betekent dat wij die toets beoordeeld hebben en rijp hebben gevonden eigenlijk voor een raadsvergadering. Want dat is nu het middel waar het thuis hoort. Dus aanstaande zaterdagochtend zal in een openbare raadsvergadering deze toets besproken worden. Dan kan iedere fractie ook zijn mening daarover geven, wat hij daarvan vindt. Dan zullen we ook kijken of de gedragscode op dit punt moet worden aangepast, zodat die weer in lijn is met de gemeentewet. Zoals die toetsing dus ook laat merken. En aan de hand daarvan zullen de effecten moeten blijken wat er vervolgens moet gebeuren. Jullie hadden vanavond voor de tweede keer spoedoverleg met alle fractievoorzitters die aanwezig konden zijn. Wat kwam daaruit? Nou ja, dat kwam dit dus uit. We waren nu voltallig. Dat was afgelopen vrijdag niet. En we zijn er unaniem uitgekomen dat we in ieder geval deze toetsing nu willen bespreken in een openbare raadsvergadering. En dat gaat zaterdagochtend gebeuren. Dus is bepaald nu dat wat burgemeester Spies heeft gedaan, namelijk niet alle nevenactiviteiten afgestaan, althans de inkomsten daarvan, dat dus juridisch niet haalbaar blijkt. In hoeverre is het niet de omgekeerde wereld? Je kan ook zeggen die afspraken waren er en daar heb je je dan aan te houden. Dat was dus ook de vraag waar wij mee zaten na afgelopen vrijdag. Daarom hebben wij echt extern juridisch laten toetsen hoe dit nu precies zit, omdat het voor ons ook onduidelijk was in deze. Je hebt een gemeente met en je hebt een eigen gedragscode. Automatisch zeg je van ik wil die gedragscode volgen, maar als een gemeentewet boven gaat dan zou je daaraan moeten houden. Dat hebben we echt laten toetsen. Nou, dat blijkt dus zo te zijn. En het is nu echt aan de politiek, aan de gemeenteraad om daar een oordeel over te vellen. En om daar een vervolgstap uit te laten komen. En dat zal waarschijnlijk dan een aanpassing van onze gedragscode moeten zijn. U bent politicus, u bent raadslid naast fractievoorzitter. Juridisch is er nu een verhaal over deze situatie. Je hebt ook moreel. Vindt u dat de burgemeester dat geld moet teruggeven of in elk geval moet afstaan? Nou ja, we hebben vrijdag al een verklaring afgegeven waarin wij aangaven dat wij het verhaal van Lisbeth, dat ze echt dit niet wist. En dat ze altijd naar eer en geweten heeft gehandeld ten opzichte van de gemeentewet. Dat heeft ze toen al gezegd en dat hebben wij toen ook ondersteund. En daar blijf ik nog steeds achter staan. En nu met deze juridische toetsing zelf als Partij van de Arbeid vinden wij dat ze in ieder geval goed gehandeld heeft. Dus daar kunnen wij wat van vinden. Daar kunnen we ook echt wat van vinden ten opzichte van het aanpassen van die gedragscode. Wat eventueel een vervolgstap uit zouden zijn, dat moet dan donderdag of aanstaande zaterdag blijken in die raadsvergadering hoe dat dan verder gaat. Maar u vindt niet principieel dat de burgemeester inkomsten over de afgelopen bijna 5 jaar voor een deel dus moet afstaan? Nee, ik ben, daarom hebben we ook een juridische toetsing aangevraagd. Ik vind het heel belangrijk dat wat hier gebeurd is en wat moet gebeuren juridisch ook klopt. Het gaat hier gewoon om inkomsten, gewoon eigenlijk een werknemersconflict. En dan moet je gewoon je aan de letter van de wet houden. Dat hebben we laten toetsen. En in die zin lijkt het dus nu juridisch juist te zijn dat ze juist gehandeld heeft. En dat vind ik heel belangrijk om dat nu te benadrukken. En dus zou de situatie zo zijn dat ze gewoon goed gehandeld heeft. Dus wat u betreft is daarmee, als het besproken is straks in de Raad, de kous af? Voor mij persoonlijk, als Partij van de Arbeid, is daarmee in die zin de kous af op dit gebied. We zullen nog even goed naar onszelf moeten kijken wat we met die gedragscode dan precies willen en hoe we dat gaan laten aanpassen. Maar op dit moment vind ik dat de juiste conclusie. Heeft u al ideeën over die aanpassingen? Nou, dus sowieso op dit punt zullen we dus onze gedragscode moeten aanpassen. En hij wordt, je snapt, door de gemeente nu zelf, door ambtenaren natuurlijk nog eens even tegen het licht aangehouden van joh, zitten er nog niet meer van dit soort dingen in die niet zouden kunnen of die twijfel op kunnen roepen. En het lijkt mij niet meer dan juist om dat dan aan te passen. Maar dat vind ik van latere zorg. Het gaat nu even om dit punt. En daar hebben we een juridische toetsing op laten doen en die lijkt helder te zijn. Slotvraag, is iedereen het hier unaniem over eens? Want daar was vorige week nog wat ruis over op de lijn, over waar men nou wel unaniem over was of niet?
Nou, dat ben ik. Goed dat je dat vraagt. Iedereen is unaniem dat we dit in ieder geval in een raadsvergadering kunnen bespreken. Over de uitleg van zo'n juridische toetsing, daar kan je altijd natuurlijk discussie over hebben. Vraag dat aan 100 juristen en je krijgt 100 verschillende antwoorden. Dat geldt in de politiek hetzelfde.